Hallo mensen van Dus David Games, ik ben Kees. En ik ben Dennis. En wij gaan weer verder met Escape the Prison V2. De Good Old Lava Maze. Ik hou niet zo van de lava mazen. Ik ben dan niet zo van de normale meisjes. Meisjes, Kees? Ben je niet van normale meisjes? Je moet je bek houden. Nee. Oké, dit is de verkeerde weg en dan moet ik alleen helemaal teruglopen. Anders gaat, ja, anders gaat mijn bed eraan. Bed, red jezelf! Bed is dood. Oh nee, toch niet. Ik heb hem behoorlijk in de lava gegooid. Oh, zolang je dit is shift... Mensen, zet allemaal even in de reacties. Rest in peace, bed. Nee, dat vind ik respectloos. Maar mijn bed is dood. Oh, nee, dan mag het wel. Oh. Sta in de fik. Ik zie jou niet. Maybe. Ik zie je naam ook niet. Hey Dennis, kijk eens achter je. Waar? Hey Dennis! Wat doe jij? Doodgaan. Ja, ik ook. Gezellig, zo het samen doen. Nee, want ik leef nog, bitch. Oh, wat is dat achter mij? Waarom heb je obsidian? Ja, ik had het toch gebruikt voor het bouwen van het huisje, of mijn bedje. Sorry, was ik even vergeten. Oh, dit is... dit is het begin. Wat? Nee, dit kan het begin niet zijn. Het lijkt op het begin. Het leek op het begin. Oh okay. God! Ik hou niet van lava mazen. Waarom, game? Waarom is, doe je met dit doolhof. Het is gewoon een pad dat je moet volgen, want het nou, heeft... dat is een klein beetje dol vinden. Nou, maar het heeft telkens maar één weg waar je op kan. Nee. Dus het begin had je er drie. Oh ja, oké. Maar, daarvan liepen er twee dood. Ja. Dat... Er liepen er wel twee dood, maar die andere liep echt naar een hele tijd pas dood. Hey, ik heb het gehaald. Auw, ik sta in de fik. Ik heb het gehaald. Ja, ik ook bijna. Maar nog niet helemaal. Ik heb het ook gehaald. Oh, je kan hier ook naartoe. Ja. Zullen we dat maar gewoon even niet doen? Ik ben nu... What the fuck doe je? Hier moeten we naartoe. Ja, dat weet ik. Ja, dat is mooi dat je dat weet. Ik denk dat is vast een chest. You stubborn piece of shit! Why can't you just go and die? I don't want you here. Nou, ik wil hier eigenlijk ook niet zijn. Daarom ben ik hier weg. Hier is weer eindelijk een jump map, Kees. Yeah, yay. Hey, diamonds. 3 diamonds for Kees. I love diamonds. Ik heb er 18. Hoeveel heb jij er? That's a good case. Ik heb er 8. Oh, ik dacht even dat ik viel. Maakt veel niet. Gelukkig zit hier geen lava onder. Ik bedoel... Ja, en misschien valt het daar in één keer uit het dak of zo. Ja, dat zou wel heel lullig zijn. Oh god, ja ik kan... Oké, zo doe. Auw, ik krijg in één keer pijn ergens. Aan mijn oor. Waarom doet mijn oor zo pijn? What the fuck? Hey, we kunnen ook dit hier doen. Ja, dat wou ik zeggen. We kunnen afsnijden. Maar moeten we hier... Maar moeten we dan naar boven toe? Oh, dat heeft geen zin. We kunnen beter aan die andere kant beginnen, want dan ben je sneller, weet je. Volgens mij hoort... Auw! Ja, ik faal even. Volgens mij hoorde dit juist niet te kunnen. Van boom naar boom. Maar ja, ja. Beetje, ja, beetje faal. Poink. Gehaald. Nou, maar we cheaten niet, weet je. Ze hebben het er zelf in gedaan. Moet ze zelf maar niet zo vergeetachtig zijn. Ja. Hey! Lekker bike. Ja, die krijg ik de hele tijd, joh. Maar ik krijg ze nooit. En nu in één keer wel. Waarom? Ik had het bijna gehaald, hè. Ik moest toch één blokje. En toen opeens zag dat blok van mij, Kees. Nee, je gaat niet meer. Hey, spring op mij, hoor, nee. En ik haat lag spikes. Lag spikes. Waar ben jij? Oh god, ik wacht wel even op jou. Jij doet het wel. Oh, Dennis, het kunnen. Wacht, we doen even Apis in game mode. Dennis! Ja. Oké, ik begin gewoon hier. Dit is gewoon checkpoint. Waar? Ja, jij speelt vals. Nee. De rest is veel te makkelijk. Oké, ik ga wel even niet vals spelen. Ja. Oh, Dennis speelt vals. Wil ik net ook vals gaan spelen? Ja, nee, toch niet. Sorry, jongen, Kees. Maar dit is... Ja, de rest is te makkelijk. We vallen de hele tijd. Ik wil heel graag een jump map altijd doen, maar ik ben er echt heel slecht in. Sorry. Hey. Sorry. Schoot je uit of zo? Ja. Ja. Kan niks aan doen. Nee, precies. Mijn hungerbar gaat er ook af. Hoe kunnen we hem dan ooit halen als we honger hebben? Ah joh, daar hebben ze die maps niet op gemaakt. En je had by the way food. Alleen je bent toen dood gegaan in de lava en toen had je geen food meer. Hadden we food, joh? Ja, dat zat in zo'n kist. Wat hadden we dan?
Nee, dus dat zat in zo'n kist en die had jij gelukt. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat is niet, Kees. Je bent aan het einde. Fuck je. Yeah. Heb je hem gehaald? Ik weet ik het. Ja, je hebt hem. See if you can survive here. Jump off the building and die? Vraagteken. Dan laten we dat maar even doen. Nieuwe rule. Je kan nu... je mag blokken breken met tools. Een axe mag je logs mee breken. Een pickaxe, stone en ores. En je mag ook craften. Wat mocht je... Wacht, waar stond dat? Ja, dat stond op deze. Quicklist. Axes, logs. Oké. Pickaxe, stone en ores. You can also craft. Dus het komt erop neer dat we het hele gebouw weg mogen hakken. Ik denk het. Of logs. Nou, oké, dit is een boom. Je moet sowieso even die logs omhakken. Hé, hey, dat is lelijk. Wat? Ik kan niet hakken met deze pickaxe, omdat er dan slashers wand op staat. Dus ik ga even een stenen pakken, want ik had een houten gevonden. Oh, dat is best wel, ja, gay. Maar ik pak even een houten dan. Oké, hier zit ook een chest met, I don't know wat erin zit. Ik heb geen X-ray vision. Hey, je hebt wel X-ray vision. Nou, ik ga deze boom nog kunnen. Hey, hoort het nog te kunnen? Vroeger kon het namelijk toch, dat je zo een ladder op ging? Nee, dat kan niet. Voor welke is deze map gemaakt? Voor welke versie? Wat staat hier? Hint, torches will help you searching. Oké, dus we moeten torches maken. Nee, kijk eens, hier staat een X. Waar staat de X? Hier. Waar? Hier, dat is een X en torches. Oh ja, nou mogen we dit dan weghakken? Nee, gewoon alleen het midden moet je hebben. Ja, hier zit een diamond ore onder. Er zitten heel veel diamond ores, maar we hebben nog geen pickaxe gevonden. Hier zit ook een pijl. Een pijl? Oh. Ja, die had ik al geleegd. Daar zat die X in. Ik dacht, oh my god, ik heb een keer wat gedaan. Hier is wat onder. Ja, hier zit een lever. En dan gaat die deur open. Oké, ik wil de pickaxe. Stenen en van alles. Tools. Welke mag ook wat? Kan ik wel doen. Die mag je. Board. Yay, daar kunnen we. Die mag je. Niks mee hakken, alleen steen. Oké, kom maar aan. Oké, dan is het weer even een solo commentary. Jij. Ik ben er nog, oké. Dus ik weet niet waar je raar op doen bent ineens. Dennis, daar zit een diamond. Ja, die kan je toch niet hebben? Waar? Ik krijg even wat food cheaten. Diamonds kan je toch niet hakken met steen? Nee. Waar? Oh, dit gebouw moet... Ik pak even 64 appels. Ja, heb ik ook gedaan. Oké. Oh, hier zit iron ore en ik denk dat we daarmee dingen moeten craften of zo. Ja, dan moet je een iron pickaxe. Ja, ik denk het ook. Maar is het einde van de map of zo? We moeten weer. Ik heb geen idee. Ik denk het niet, toch? Nee, weet ik het. Nee, vast niet. Oh, daar zit nog diamond. Oh, wacht, hier zit nog een bordje. When all the diamond is found, jump down here and hit the hole. Ja, er zit een gat. Wacht, ik heb nog diamonds. Ja, ik heb er ook nog. Ik heb als je pak een crafting table en dan kan er weer diamond tools maken. Oh ja, dat kan. Maar ik weet niet, nee, diamonds is je score namelijk. Huh? Diamant is je score toch? Ja, nee, maar je hebt hier diamond dat je moet vinden. Ja, oké. Maar dat is voor je score. Deze niet. Wel. Ja? Ja, tuurlijk. Nou ja, hak maar even al diamanten voor de zekerheid dat we het dan nodig hebben. Ja, maar dan moet ik eerst even iron spul maken. Oké, je doet maar. Nu, vandaag, koken met Dennis. Ja, la la, koken met Dennis. Dennis, vandaag, gaan we ijzer bakken, want ijzer is goed voor je ijzergehalte. Maar, en zo. Wacht. We doen dan eventjes wel episch. Dan gaan we eventjes deze. Even een kleine wood van maken. En dan gaan we eventjes een soort van bar maken waar je achter staat. Oh yeah. Oké. Koken met Dennis, Henk. En Piet. En Piet. En Herman. Niet te vergeten. Niet te vergeten, Herman. Nou, ik ga nu eventjes. Zoals jullie nu kunnen zien. Jullie kunnen het helemaal niet. Wacht. Dan moet ik wel even hier achter staan. Zoals jullie kunnen zien. Ga ik nu een ijzeren pikhaal willen maken. Een ijzeren pikkelwiel is goed voor de ijzeren pikkelwielen. Oh! 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 Daar ging Dennis. Nu met deze ijzeren pikkelwiel. Oh! Oh! Daar ging hij niet goed!
Waarom ook? Waar viel ik ergens? Hier. Leg mijn spullen er nog? Ik heb geen idee. Ik zie ze in ieder geval niet liggen. Doe geen aanmanen TP naar mij. Maar mijn spullen zijn kwijt. What the fuck? Nou, ik denk dat dit wel een mooi einde is voor aflevering 3. Helemaal niet. Helemaal wel. In aflevering 4 zullen jullie zien hoe wij hier naar beneden springen en waarschijnlijk niet het gat raken. Waar sprong ik naar beneden? Hier zo. Waar? Hier. Waar? Hier. Wat deed je? Wat deed ik daar? I don't know. Nee, wacht, ik was hier aan het hakken. Ja, wacht. Dat doen we wel in de tussentijd voor het opnemen van de volgende episode. Oh, hier ligt het. Ja, leuk. Oké, wacht. Hey mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je dit leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Onze kanalen staan in de beschrijving. Ik zou ze zeker uitchecken. Het zijn echt gewoon pro-kanalen. Gewoon echt waar je van zegt van, oh my god, dit kanaal, waarom even dan die 3 miljard subs? Ja, ik hoop jullie weer te zien bij de volgende aflevering van Escape the Prison V2. En dan zien we je dan wel weer. Dus wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan daar? Doei. Dan zeg ik ook zo van doei. En dan zeggen we tegelijk, nou, doei. Later. Later. Dat was niet tegelijk. Dat was niet tegelijk, hè.